Vandaag is het weer tijd voor een businessbakkie. Ik ben te gast bij Ronald Helder van Bankdel Stilwerk. Hey, goedemorgen Ronald. Fijn je weer te zien. We gaan naar boven toe. Wat een mooi huis hebben jullie, zeg. Ja, dankjewel. Nou, dit is de mancave. Het gebeurt hobby en werk tegelijk. Oh, wauw. Ja. Ja, want je werk is ProRail. Werk is ProRail. En de uit de hand gelopen hobby is modelstelwerk. Ja. Om modeltreintjes te besturen met de computer. En uit de hand gelopen, want ik ben ooit eens begonnen door gewoon op internet het programma aan te bieden. En er is iemand zo gek geweest om te kopen. En denk van, nou, dan ga ik daar maar mee verder. En inmiddels een vrij groot klantenbestand in met name Duitsland en Zwitserland, Oostenrijk, Duitsstalig. Ja. Omdat daar hobby toch net iets meer leeft. Sinds een paar jaar ook gebruikt voor opleidingen bij echte spoorwegen. Wat is dan het geheim van modelstelwerk? Ik denk dat het geheim tweeledig is. Het is gewoon de ene kant de passie die ik er zelf in stop om het zo echt mogelijk te maken. En de andere kant gewoon de ongedwongenheid. Ik doe het als hobby. Er zit geen dwang achter van ja, ik moet de hypotheek ervan betalen. En daardoor kan ik gewoon heel vrij zijn met alles wat ik erbij wil maken en wat ik erin kan stoppen. En de tijd erin stoppen die ik leuk vind. Ja, en zo hou je het leuk. Hey Ronald, en wat is dan jouw grootste droom? Als je dan even helemaal weg kan dromen met alles. Als ik echt helemaal weg kan dromen, jeetje. Dat ik daar gewoon mijn ziel en zaligheid in stop. Dat het gewaardeerd wordt bij bedrijven in binnen- en buitenland. En op die manier gebruikt gaat worden. Mm-hmm. En dat ik daarmee toch wel wat geld kan genereren. Ook als ik bij ProRail zou stoppen, daar gewoon erbij. Ik vind het leuk om te doen. Dus als je daar erkenning voor terugkrijgt, ja, dat is fantastisch. Snap ik. Ja. En waarom Papendrecht? Ja, waarom Papendrecht? Het is eigenlijk gewoon toeval omdat we hier wonen. Nou. Ja, heel simpel eigenlijk. En ook dat is toeval hoe we hier terecht zijn gekomen. Gewoon jaren geleden op zoek gegaan naar een koophuis. En dat hier gevonden. Mm-hmm. Ronald, heb jij een tip aan andere ondernemers? Gewoon je hart volgen. En dan komt volgens mij de rest ook wel verstand gebruiken uiteraard. Mm-hmm. Maar wel gewoon doen wat je leuk vindt. En nooit tegen je zin in gaan werken. Dan, als het moet kun je het een tijdje volhouden, maar op de lange termijn hou je dat gewoon niet vol. Mooi. Wijze tip. Ja. Is er een specialiteit? Hij staat hier. Dit is de originele bediening van de spoorwegen in Duitsland. Mm-hmm. En wat ik dus speciaal gedaan heb, ik heb dus dit exact nagebouwd in de computer. In zowel hoe het eruit ziet als hoe je het moet bedienen. Dat is uniek. Ja. Dus eigenlijk niemand anders. Er zijn meer programma's om de modeltreinen te laten rijden, maar ja, dit heeft niemand. Hierop zie je dan schematisch het spoor. En ik kan dan een trein laten rijden. Ik pak die zilver met die groene rijtuigen. En die kan ik laten rijden door te zeggen, ik wil daar. En dan wordt hier de route neergelegd. Er zitten dus allerlei logische functies op. Kijk, je ziet hij is nu langzamer aan het rijden, omdat hij over de wissel moet. En nu ook, het sein staat op rood. Dus hij stopt. Dit is dan de Duitse versie. En voor Zwitserland heb ik een Zwitserse versie gemaakt. Die inderdaad ook weer exacter uitziet als de Zwitserse versie in het echt. En ook op die manier bediend wordt. En dat is dus ook het geheim waarmee ik kan aanbieden om de opleidingen te verzorgen. Ja, snap het. Gaan een bakje doen. Gaan een bakje doen. Het is een dieseltrein, dus hij moet starten. Dus gaat hij starten. Mm-hmm. Zeker. Dat is wel leuk. Zeker.
Ja, dat je voor jezelf gemaakt hebt. Voor eigen inspiratie. En wat ook leuk is, dat je door de software te maken gewoon in de grote wereld van de modeltreinen komt. Ik heb op beurzen gestaan. En dan komen de grote merken waar je altijd tegenop hebt gekeken, die komen dan bij jou op de stand om met jou te praten. En als dan uiteindelijk alles automatisch werkt en je zit zo op je gemak ernaar te kijken, denk je van ja, en toch een mooi voor elkaar gekregen.